aan de gast, maar ik doe het gewoon aan. Ik doe het op deze manier een hele bijzondere party mee te maken. En ook nog eens een keer naast mij te hebben een artiest die ik ten eerste niet persoonlijk kende. En ook nog eens een keer die ik heel nooit heb waargenomen, voor zingen of whatever. Alleen de producties, die kennen we allemaal. En als ik nou even mag zeggen voor mezelf, dat ik het fantastisch vind om hier tussen mijn vrienden en vriendinnen hier te staan. Sinds bijna 3 jaar ben ik weer een beetje onder de mensen nu, sinds Brabander ben geworden. Vind ik het toch echt heel speciaal dat ik nou hier op de microfoon in mijn handen weer sta. En dankzij ja, toch Chris en Dennis en Peter, ja, dankjewel voor echt ten eerste een gave organisatie. Maar ook nog eens een keer de uitnodiging om hier te kunnen zijn. Dus bij deze dankjewel. Mag ik even een applaus hebben voor iedereen voor deze organisatie. Applaus! De man die toch speciaal hier voor ons staat en die waarschijnlijk hele bijzondere dingen gaat doen. Ik heb net even met hem zitten schoenen en dacht, ja, wat wilde daar eigenlijk gaan? Wat zou je dan graag willen dat ik over hem zeg? Want dat is altijd bij de artiest. Als je in de kleedkamer even een soort onderontje hebt, dan is het misschien vanaf de vliegveld in de auto of weet ik wat, heb je dat besproken? Dat heb ik niet kunnen doen. Dus ik heb net even met schoenen. En hij zei van, ja, normaal gesproken zeg je, en hier is dan Peter. Zou zeggen dat hij heeft gewerkt met mensen als Cherry, liefzaamheid, zegt je misschien niet zo mooi. Zeggen van Weibo, komt er al wat meer in de richting. Deborah Kinley, komt er ook nog wel wat in de richting van de, nou, gaan de Weibo houden. Maar dan komen er andere namen. Als wij denken aan mensen als Brent Image, dan gaat het toch weer wat meer leven. En dat is misschien ook een reden waarom sommigen hier speciaal zijn gekomen. Maar ik denk voor mijzelf, als ik denk aan de vage tijden van, nou, Savino heeft hem in zijn tas zitten, een discontohoesje met van die achtjes. Ik denk van, ja, dat was zo bijzonder. Een kutpersing, maar wel een mooi kleurtje, in een discontohoes. Dus daar ging het toen om. Dus, ik ga je aandacht vragen voor de man die echt historische dingen op zijn geweten heeft, maar eigenlijk gewoon zichzelf is hier vanavond. Heel veel applaus voor Stefano Brignoli! Free Never!
in 1979, it was of Tol Hansen. Thank you.
part of the ministry. Fantastic. I feel more in Italy here than in Italy. Thank you.
Marino Scarabelli, who is the co-author of these songs, and he couldn't come here. So, but he's very sorry about that. I heard him over the phone yesterday, and he's very delighted to meet you, be here and sing our song for you. Okay, what else? Yeah, and always and yes.
prachtige locatie. Hij komt nog straks terug. We hebben even een interludio. We hebben even een tussenstukje. Maar hij gaat even gas terugnemen. Hij komt straks terug. Zingt hij met die. Dus dat wordt nog wel verrassend. Ik zat eigenlijk te denken van wat moet ik eigenlijk zeggen. Maar hij heeft dat gezegd. We zitten in een soort time machine. En dat is de mooiste uitdrukking ook. Una bella espressione. Dus met andere woorden, ik heb het idee dat we weer getuigen zijn van iets heel historisch hier zo. Dus we blijven ervan genieten en straks komt er nog zelfs meer. Dus party on!